Capitals speelde gisteravond een uitstekend eerste kwart, mede dankzij deze score van Kevin Melson. De Capitals wint dat eerste kwart met 22-14. Maar Den Bosch kwam in het tweede kwart goed terug. Dit is Robert Owens. Een makkelijke score voor hem. En zo komt Den Bosch op voorsprong, 25-23. Dit is diezelfde Owens, kan zo doorlopen, vindt daar een oude bekende van Capitals, Kees Akerboom. Natuurlijk een driepunter en dan is het verschil 5 punten voor Den Bosch, 28-23. Dan de score van Guido Grünheid, de uitblinker gisteravond. Maar meteen daarna de uitval van Den Bosch. En de score van Owens. In some parts of the game, especially second quarter, we were playing very organized, very disorganized on offense. And this caused too many easy fast breaks for them. And they score situations that we didn't even work. In het begin van het derde kwart loopt Den Bosch verder weg bij Capitals en wordt het verschil 11 punten. Maar dan deze dunk van Guido Grünheid. En zo maakt Capitals het verschil even iets kleiner. Maar Den Bosch heeft deze kleine man. Travis Young. Een onmogelijke driepunter, maar wel raak. En zo blijft Den Bosch die voorsprong vasthouden. Eén man houdt Capitals op dat moment op de been. Guido Grünheid. De rebounds en de score. En het verschil is nog maar 4 punten. 58-54 voor Den Bosch. De spanning is even terug. Tot dit moment Brandon Kurtz onder het bord helemaal vrij. Een van zijn weinige punten. En het verschil is weer 11. De wedstrijd lijkt gespeeld. Maar dat is niet zo. Rogier Jansen. Een driepunter. En het verschil is nog 4. En dan Raoul Heijnen. Ook een driepunter. En Capital staat zo'n beetje weer naast Den Bosch. Ja, die gingen er goed in. Ik denk dat was team de open mannen op het eind zochten. En toevallig was ik dat in die en ik schoot ze erin. 5 minuten voor tijd gaat coach Klaros even in gesprek met Dwayne Archbold. Want van de Amerikaan hadden we tot dan toe weinig gezien. Maar daar is hij dan. Dit is Kevin Melson trouwens. En die vindt onder het bord Archbold. En hij zet Capitals voor het eerst op voorsprong. Voor het eerst in de vierde periode dan. Ja, ik denk dat wij een speelstijl hebben dat we 15 punten voor kunnen staan en dat het ook zo weg is. Maar we kunnen ook 15 punten achter staan en het zo terug hebben. Dus we weten dat Den Bosch een goede ploeg is, maar we weten ook dat we binnen 3 minuten 15 punten kunnen scoren. Dus het geloof is er bij ons altijd. En dat geloof wordt in de slotfase alleen maar groter. Rogier Jansen laat zich niet wegzetten. De assist op Niels Meijer. En Capitals heeft de overwinning binnen. En de ruim 3000 toeschouwers krijgen nog een paar leuke staaltjes basketbal te zien. Melson blokt Travis Young. Dan de snelle aanval naar Kevin Melson. De dunk. En Den Bosch is weggespeeld. Een heerlijke overwinning voor Capitals. Als de ambiance in Groningen zo is, dat er maar weinig teams hier kunnen winnen. Ik denk de manier waarop we spelen, 40 minuten pressen, als het publiek achter ons gaat staan, dat het gewoon een zesde man op het veld is. Ik denk dat Den Bosch dat ook gevoeld heeft en toch gewonnen van een hele goede ploeg hier. I think if we continue like this, we're gonna show that we can be a good team, a good contender and a team who can cause trouble to everywhere. Everywhere we play and no matter against you play, that if you believe this. Maybe people will believe it and then all together we can do it. Misschien morgenavond wel. Dan wacht Galatasaray voor de ULEP Cup.